Kun je ook Gronings en de schreeuwde de kind het Ja. De Laatjes Torvel. Dames en heren, welkom bij onze podcast De Laatjes Torvel. Iedere uitzending staat één Groningen-muzikant centraal die zingt in het Gronings-dialect. We gaan in gesprek over één liedje die door de muzikant is uitgekozen. Wat zijn de achtergronden van dit liedje en van de muzikant natuurlijk? Wij zijn Jan Peter Smit en Annie jan van Apelo van de Groninger band Driefzand. Dus schuif lekker aan aan de Latjeshoofel en wij zijn heel benieuwd wat er gaat komen. Ja mooi, Voor je rap maar weer bij bent aan de Latjeshoofel en deze keer gaan we in gesprek met een hele bekende Groninger en. Dat is nooit alleen met een bekende Grunningen, maar ook al een bekende Nederlander worden. Het is een hele creatieve geest en hij ging in Leeuwarden door de Academie voor de Popcultuur. Hij was onder andere DJ Jopie in Loefwavel, hij speelde in Disney OK! en in Given Horse. En door was hij zo we op televisie in De Wereld Draait Door. Het is een nuchtere Groninger die in het begin van de coronaperiode begon met een nij-alter ego, namelijk TikTok Tamo. In een hele korte tijd werd hij een fenomeen met honderdduizenden volgers. Er was geen weg mee terug. Voor deze Groninger, die ook nog Groninger van het werd in 2020. Zie filmpjes op social media, daar zul elke keer weer een grote glimlach op het gezicht van halve mensen. Hij zorgde ervoor dat al Nederland opeens over dikke bult met bieten geen praten. En hij was ook nog reisleider in Drie op reis. Soms met het programma door de mooie provincie Groningen En nu is het zoals in de theaters te zijn. Door kinderen de zijn roken met die over Edenstoel. Ja, het is hier al wat duidelijk hè. Oh, de gast van vandaag, dat is de eigenaar van zijn in Genever, Klokje, het is Johannes Peetsma, maar misschien meer bekend als TikTok Tamo. Welkom Johannes of toch Tamo. Nee, zeg maar Johannes hoor. Ah, nee. Mooi, <laughs> man. Nou, er was, was al een alle reutel over die uh, Johannes. Ja, maar, maar misschien ben je wat vergeten of is die surf nog wat maanden bij nou, ik, als ik dit zo allemaal hoor, dan weet ik. Uh, dat had ik zelf allemaal niet kunnen bedenken, uh, zo uh, mooi achter elkaar. Nee, ik heb, ik heb eigenlijk geen, uh, geen idee wat ik hier nog aan toe moet voeren. Nou, vertel eens wat over die zorg. Hoe is je geboren, hoe woon ze en. Uh, nou, gewoon even, meer, meer over die woord. Nou, ik ben uh, geboren en getogen in Midwolda. 1990 ben ik geboren. Uh, ik woon nu op dit moment in Winsum. Ja, en wat, wat kan ik er nog meer over, over vertellen? Je hebt er zoveel al verteld. Het uh, disney OK kwam voorbij, de academie kwam voorbij. Nou ja, misschien mensen weten het niet, ik heb ook nog een jaartje geschiedenis gestudeerd. Maar ik weet niet of dat interessant is. Uh, en de Stovel. Ja, ja. Al, alles als die is interessant, verdorgen. De... Ah, dus vertel okay. maar. Nou, nee, ach, ik heb een, een jaartje geschiedenis ge, gestudeerd. En dat, dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, ik kwam daar na een jaar achter van ik moet toch even iets gaan doen wat ik echt, wat ik echt mooi vind. Toen uh, wilde ik echt iets met muziek gaan doen. En uh, zo ben ik op de academie terechtgekomen. Er was echt een week, een week voordat uh, de inschrijvingen sloten. Toen heb ik nog ging ik op zoek naar die, uh, naar die opleiding. En ik dacht, oh, hoe kan ik me hiervoor aanmelden? Toen zei ze zei: Ja, dan moet je aankomende dinsdag. Het was volgens mij op vrijdag of zo maar Aankomende dinsdag moet je uh, je portfolio inleven. En dan uh, daarna uh, moet je de week erop moet je intake doen. Nou, ik, uh, ik had helemaal niks, geen portfolio. Ik uh, speelde in een uh, in band. Die heb je net volgens mij niet genoemd. Uh, dat was een uh, hardcore uh, metal band, met Nederlandstalige hardcore. Daar had ik een portfolio van. En toen ben ik uiteindelijk... Uh, heb ik daar dingen van gedaan? Ik heb vroeger op de middelbare school heb ik nog een... Uh een muziekavond gedaan, daar had ik wat beelden van. Toen heb ik snel een portfolio in elkaar geflanst. Uh, daar heb ik nog muzieklessen van vroeger ook nog. En weet ik veel allemaal wat. Ja, ik heb klokspel, blokfluit natuurlijk al uh, gewoon als basis gehad. En nog een tijdje drumles gehad. Nou, allemaal in portfolio gemietend. Naar die academie gegaan. Uh, ze hebben gezegd: prima, doe maar die intake. Nou, toen moest ik nog wat zingen. En toen was ik aangenomen. En uh, nou, toen is mijn leven in, uh, in eigenlijk in een week tijd uh, ontzettend veranderd. Denk ik dan aan uh, die hardcore punk die je in de jaren 90 in, in Vera zag, harde gitaarmuziek. Het is uh, ja, die, ja die, die kant op. Ik denk dat, ik, dat, je daarmee wel, uh, dat we daarmee hetzelfde bedoelen. Ik, als je kijkt naar, naar Terror en um, H2O en Madball, dat soort bands. Uh, een Nederlandstalige band was uh, Neuk. Het lijkt een beetje op Oslo Posse, maar dan met, uh, met zware gitaren, zeg maar. Dus, vibe had het een beetje ja leuk. ja het, als je het niet kent is het moeilijk te beschrijven maar het is uh, ja wel waar mijn basis uh, muziek is uh, is eigenlijk punk maar dan meer de melodische punk de skate punk ja en uh, ik vond uh, met uh, wat andere vrienden uit dorp vonden wij elkaar en uiteindelijk uh, naar nou, die band uh, met hardcore en dat was dan om de ene hield van metal de andere hield van punk en zo kwamen we eigenlijk een beetje bij elkaar uh, en kwam dat eruit en daar heb je ook veel mee opgetreden in de provincie? Nou, dat, uh, mijn moeder uh, die dacht, uh, die zei laatst tegen mij van, uh, daar heb je toch maar één keer mee, mee opgetraind bij ons in de tuin? Ik zei nou, <laughs> en dan moet jij hem luisteren Moeken, want we hebben <laughs> er wel <laughs> iets vaker iets mee opgetraind, maar... Nee, het, uh, ik, we, hebben de, we hebben een keer Simpel en een keer, nog een paar keer in Groningen, op, ook op, 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 uh, een beetje van die, van die kraakpandfeesten en zo, dat, ja. <laughs> dat wel een beetje, maar het was uit, we hebben wel... Kijken. Wanneer was dat begonnen? Dat ik denk dat we wel vijf jaar of zo in die band hebben gespeeld, maar het ging er meer om dat we op zolder zaten met, met vrienden bier te drinken. Ja, precies, <laughs> precies. <laughs> ook heel mooi, Heel ja. ja, gezellig. Ja, <laughs> ja. en hey, wat mij opvalt, dat doe prost uh, ook Grunnings, maar nou proost door Nederlands. Ik zit hier ook op televisie en uh, ja, de prost ook mooi Nederlands. Toen komst uit oost Oostgrun met Wolda, hoe komt dat? Waarom is Grunnings die spreekt? Tot, nee? Ja, dat ligt toch uh, bij de ouders. Ik wil niet uh, te veel, mijn moeder hier uh, in deze podcast. Ik door naar aparte podcast. Nee, mijn ouders spraken gewoon, gewoon Nederlands uh, onderling en met ons. Nou ja, dan uh, is dat je eerste taal. En dat, uh, dat zal denk ik toch altijd zo, uh, zo, uh, zo blijven. Dat je daarin denkt en makkelijkst in verwoord en helemaal in een gesprek als je zeg maar. Uh, zoals met jullie praat of met wie dan ook praat. En je wil gewoon snel uit je woorden komen. In een podcast is het natuurlijk helemaal belangrijk dat je, dat je goed uit je woorden komt. En als je, als je een andere taal gaat doen, of het nou Gronings is of Engels, beide kan ik gewoon goed. Uh, toch zit daar een, een, een schakeltje in je hoofd. Wat ervoor zorgt dat je misschien net niet helemaal je gedachten zo snel uit kan spreken. als dat je het zou uh, doen in, uh, in je eigen taal. TikTok tamo, die product ook niet echt Gronings. Veel mensen in het Westen denken wel dat de Gronings dat Groningsproject <laughs> <Ja>. is, <laughs> maar toch net. anders. Maar wat betekent Gronings als, als dialect voor die? Uh, nou, ik vind het gewoon een... een, een het is heel mooi dat het, als je in wit dan bent opgegroeid, dat is een soort... Um, ja, het geluid van thuis, denk ik. Het geluid van, uh, van, van, je, van je regio. En helemaal dan... Kijk, ik ben, woon nu op het Hoge Land. En dat klinkt dan wel weer zo anders. Uh, en uh, als ik in Oost-Groningen ben, als ik hoor iemand gewoon uit Tot Daamt Gronings praten, dan denk ik, dat is, dat is echt de mooie, de mooie klank. Dus het voelt wel als thuis. Kijk, mijn ouders spraken dan wel weer Gronings met mijn opa en oma, dus... maar niet met ons, dus ja, ja, het voelt toch gewoon heel vertrouwd. Ja, het is een stuk, uh, ja, een stuk van vrouw, een stukje waarom je thuis zit. Ja, en ik kan er nog steeds heel erg van genieten. Als ik uh, bij de buurman niet zit, uh, die uh, kan ook uh, mooi Gronings praten wel Hoge Landstus dat, uh, gewoon, uh, ik, weet niet, ik vind het heel mooi als iemand echt oprecht is. En dat echt zijn, zijn of haar taal is en dat het er gewoon zo mooi uitkomt, dat vind ik mooi. Mm -hmm. Als toen zo om die inkiks, en toen komst het ook in, in de theaters het nog horen over hebben. Maar uh, wat, wat is toe als, als, als mensen die benodden in zijn Gronings Want Wat zit die als bekende Grunningen? Ja, nou wat ik altijd wel een beetje. Het uh, zit uh, altijd een beetje een soort tonen van ja, waarom praat je geen Gronings? Er zit ja. altijd een beetje een verwijt in. Ja. Uh, en uh, nou, dan denk ik, ja. Moet ik me hier nou voor verontschuldigen? Uh, uh, ja, wat ze denken... Kijk, ik ben Tamo ook gewoon maar begonnen uit de grabben. En Tamo spreekt ook geen Gronings. En uh, dat je dan uh, Groningen van het jaar wordt. Dat betekent dat er blijkbaar een heel veel plichten bij komen. Of uh, <laughs> dat ze wil dat je Gronings praat. Maar of, of dat, uh, dat je een soort. Uh, Voorvechter bent geworden van de Groningse taal. Terwijl dat natuurlijk ook mij maar ook gewoon is overkomen, hè, deze hele situatie. Dus, of, of overkomen. Ik heb natuurlijk zelf wel energie ingestoken en ik ben er heel veel mee bezig uh, altijd. Maar het is niet zo dat, dat ik bewust heb gekozen om een voorvechter te zijn van de Groningse taal. En dat zo, zo, zo zien mensen mij soms wel. En nou ja, ik, uh, ik vind met video's van TAMO vind ik het gewoon leuk om het zo plat mogelijk te doen. TAMO is een, is een plat typetje. Maar als er iets echt Gronings is, dan uh, zorg ik er altijd voor dat er ondertiteling bij is. Zodat ik het ook wel leuk vind dat als het in heel Nederland uh, mensen wel kunnen blijven volgen, zeg maar. Want ik doe het ook wel voor de rest van Nederland. Maar die filmpjes wel, niet alleen voor de Groningers, maar ook, ook daarbuiten. Je maakt dan toch op een gegeven moment in je, in je liedjes en nou met je theatertour wel de keuze om, uh, om Groningen centraal te zetten, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Tammo houdt van alles wat Gronings is. Dus dat... Uh, Daarmee uh, is, 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 gaat het altijd over Groningen, En Tammo is Groningen. En uh, hij houdt van Edestaal, Staal, hij houdt van uh, Droge Worst, hij houdt van de Tour, hij houdt van Eierbaal. En uh, nou, zo, zo is Tammo uh, met alles wat Groningen is uh, verbonden. Maar ik weet nog wel, toen ik uh, de muziek um, ging doen, toen heb ik over nagedacht. Zal ik die liedjes. Nou, het begon allemaal met dikke bak met bieten op mambo nummer 5. Uh, dat het idee was. Um, hoe gaan we dit inzingen? Want Tambo spreekt over het algemeen dus plat. Nee. Uh, of half strond, half regenwatten, zoals de meeste <laughs> mensen dat zeggen. Uh, dus ik heb dan heb we wel geprobeerd, oké, okay, hoe gaan we die tekst dan doen? Gaan we die doen zoals Tambo altijd spreekt? En toen kwam ik toch achter van, ja... Dat ik doe alles nog steeds met mijn compagnon, uh, Marius van der Leij, waar ik mee ook de uh, Given Horse uh, altijd had. Die in de intro hem uh, viel, die naam. Uh, maar met hem heb ik erover uh, ja, nagedacht, ja, hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we die muziek gaan maken? Want, ja... Moet dat plat of moet het Gronings? En toen kwamen we toch achter, ja, Gronings is dan toch wel. Plat zingen is dan een beetje een soort stemmetje opzetten, zeg maar. Dan moet je in één keer een beetje show gaan zingen. En ik, ja, ik weet niet. We nou, ik kwamen ik kwam er niet uit. Toen hebben we uiteindelijk voor Gronings gekozen. En dat past uiteindelijk het beste. En ik vind het heel mooi om daar met die uh, taal en tekst en creatief bezig te zijn. Dat uh, heb ik inmiddels wel geleerd. Als je kijkt naar je inspiratiebronnen, heb je ook uh, regionale artiesten die jou inspireren op dit moment? Nou, ik ben vooral toen Tammo um, begon. Uh, de, toen ben ik natuurlijk daar wel iets meer ingedoken. En uh, ben ik wat, um, daar wat meer naar gaan kijken. Helemaal Edestaal. Natuurlijk uh, weet elke Groninger wat Edestaal uh, is. En uh, maakte het al op een of andere manier, denk ik, deel uit van elke Groningen. Nou, had ik me daar nog niet zo heel erg in verdiept. En dat begon pas, denk ik, halverwege mijn jaren twintig. Dat ik het meer begon te luisteren en waarderen. Ja, en toen met uh, Tammo begon, toen. Uh, toen ben ik daar nog, nog meer naar gaan luisteren en, en, en gewoon omdat je, ja, ja, ineens ben je met die provincie zo heel erg bezig. Dus dan, ja, ook met de geschiedenis ben ik meer in gaan duiken. Ik ben meer in de muziek en ik ben meer met de taal bezig gegaan. Dus dan, dan kwam je ook weer bij Ede Saal uit en ja, toen, toen werd het me nog meer duidelijk hoe, uh, hoe raak het allemaal is, uh, uh, die teksten. En dan is Ede wel ook in die zin inspiratie geweest en ik vind uh, de liedjes van Zwinder ook uh, erg mooi. Maar dat komt, om, dat komt omdat ik zelf ook heel erg uh, los van de punk, ook heel erg van volk hou. Dus dan. Uh, dat, ik vind het wel we hebben wel volkie uh, vibe. Ja, dat zie je met de Given Horse, zie je dat natuurlijk ook. Hè? Dat, ja. uh, en dat is echt Amerikaanse invloed, zeg maar. Uh, mm, jullie, ja, jullie bezingen Amerika natuurlijk ook. Dat klopt, ja. Dat is, een, uh, dat is wel inderdaad een, een EP geweest dat er volledig op gericht was. Heeft wel, elke stad heeft wel weer een eigen sound ook. Dat was heel bewust. Um, maar um, ja, ons ja, invloeden. Ja, en ik, ik, ben, ik, ben, ik ben voornamelijk met de tekst altijd bezig. Uh, en uh, Marius, die schrijft uh, dus achter de schermen ook nog altijd mee met, uh, met, uh, met alle liedjes. En hij doet vooral de muziek. En ik lever vaak de teksten aan. Dus zo hebben we eigenlijk altijd al een beetje samengewerkt. Hij is goed in muziek schrijven en ik, uh, ik dan meer in de teksten. En als je dan de de teksten kijkt, toen toe je bezig was met Mambo nummer 5, Vertolden en eigen nummers over die bieten, gewoon zing, daar gaan we het straks ook wel over hebben. Maar dan gaat het in optie Gronings. Hoe secuur wist je dan dat Grunnings hem? Ja, nou best wel. Daar ben ik best wel mee bezig. Uh, soms uh, zit er een beetje artistieke vrijheid in, uh, omdat dat gewoon uitkomt in een zin. Als je, als je zegt kind lopen of loop een kind. Zeg maar ja. die, die, daar, daar zit een soort purissen dingetje in. Uh, dat, dat, maar dat komt gewoon niet altijd uit met een met, met tekst. Nee. Als je wil rijmen op, op bijvoorbeeld lopen. Dus daar doe ik niet te, niet te moeilijk over. Uh, maar ik ben altijd wel dat ik mijn teksten uh, stuur naar Olaf Vos. Uh, en met hem uh, de teksten doorneem. Juist, dus Olaf is die grootmeter op Groningen. Ja, zeker. Oh ja, dan heb je het gewoon te pakken, hè? Ja, nee, ik wil, ik wil dat wel goed hebben. Ik vind het belangrijk dat je niet achteraf uh, denkt: van ach, dat is gewoon eigenlijk helemaal, uh, helemaal niet goed. <laughs> nou ja, dat Groningen dat is toen natuurlijk helemaal oppakt. Toen zei snel al van ja, Ede, dat, was, ja, dat is de man. Als je, als je doet naar Lusten, dan, dan is het echt. hè? dan, is, dan komt Groningen nog veel. dat was gewoon goud. En ja, dat is toch een boegbeeld van uh, een provincie, want. En we hebben voor deze podcast... hebben we die vroeg om, uh, om uh, ook eens... een liedje van die zulf naar voren te brengen. test zulf En dat is het woord... De Hoop van delft -Ziel. De Noordzee lag te slopen... Wie kwam terug op keel? En in de verte zag ik... De kroon van delft -Ziel. De zon gleed langzaam onder... Alsof in het water viel En alle milden zong... Ik begon in noord Ik heb overal als weven en volg zo'n zet van oos. Ik ken de krauwen op niet kap, maar eens speelt niet toes. Als naans over Hamburg, hou gauw dat doebeviel. Ik wil het luist veranken in de holen van Delphië. Ja, een hou mooi liedje van Edestool. En Du zingt hem natuurlijk in die theatertour. Nou is Ede, dat wil ik al zeggen, dat is wel een fenomeen in onze provincie. En toen is het toch wel even aanduurd om deze ja, soort van beschermde man, zijn muziek, zomaar met zijn muziek op toe te gaan. Uh, Hoe kom je op zo'n idee om dat te doen? Om nog even terug te komen wat je net zei, of je wel helemaal perfect Groningen zou doen, dan kwam ik er ook wel achter dat het wat Ede deed ook niet allemaal perfect was. En dat vond ik ook wel interessant. Want dat is destijds daar ook wel veel of wat commentaar op geweest. Hij mixt ook Hogerlandse met Old Mixt hij allemaal? Dat gaat allemaal allemaal door elkaar heen soms. Maar ja, dan kom je ineens ook achter van, Hoe zit, wat is dit dan? Hij zegt soms, wat zegt hij, in welk liedje zegt hij, zegt hij kort, het woord kort, dat het gewoon Kurt moet zijn, zeg maar. Of uh, Mitoentje, Mitoentje, die mis, uh, ja, dan zegt hij voor mij die, toch? Ja, ik mis die zo, nooit ja. geen. Ja, ja. ja, die of die, hij zegt die geloof ik. Ja, dat zal wel meer hogerlanders wezen, denk ik. Maar hij kwam natuurlijk een beetje van net een beetje beschadiging van hoge landen en westenkwartier. En ik ben zo van westenkwartier van oorsprong. En dus heb weer door zei ik er de die. Nou, als je daarop gaat letten en je gaat het echt een beetje, een beetje analyseren, dan kom je een paar van dat soort dingetjes tegen. En ik heb het er met Olaf ook over gehad. En die zei: van ja, het, 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 het klopt wat je zegt. Het is niet allemaal zeg maar even goed. Ja, goed, uh, goed Gronings, omdat er wat meer, de, meer door elkaar heen gaat en uh, wat invloed daar, invloed daar. En, uh, ah ja, en, ik, en dat vind ik dan ook wel weer mooi, dat het gewoon uh, mag en kan. Want het moet, moet allemaal niet zo uh, streng zijn. Die puristen, die moeten moet nog niet altijd uh, zo boos worden. Nee. nee, nee. Uh, Taal is ook levend, toch? Precies. Uh, maar goed, uh, de vraag uh, was of ik, hoe nou, ik daar zomaar bij kwam om zo ook. iemand... Ja, Edith, dat is een fenomeen. Doe ik ik zou mijn vingers er niet aan branden doen. Nee, uh, dat wordt ook niet altijd in dank afgenomen. Nou moet ik zeggen, dat, uh, nou, daar, ik, ik weet gewoon, af en toe krijg, zie ik wel een reactie van, uh, dat mensen zeggen van, ja, uh, uh, dat, dat moet je niet aankomen. Gewoon niet aankomen. Dat is Ede, dat moet je niet aankomen. Maar ik heb ook, uh, ik heb toen de allereerste, het allereerste liedje dat ik uitbracht, was gewoon dat ik volgens mij in beeld met microfoon genoord zong. Nou, daar kwamen wel positieve geluiden op uh, dus dat uh, die reacties waren goed en toen heb ik uh, op den duur heb ik op de dijk heb ik ted nog nooit zo donker West gespeeld en daar was ik natuurlijk wel een beetje bang voor dat mensen dat ja daar moet je niet aankomen ja dat dat, dat, ja ik wist niet hoe dat zou vallen maar daar kreeg ik zoveel goede reacties op dat mensen ook veel zeiden van nou ik heb normaal zou ik zeggen van dat moet je niet aankomen maar hoe je het nu hebt gedaan dat vind ik echt mooi Nou, toen. Dat, dat heeft mij ook wel een beetje meer uh, overtuigd van... Dat, ja, het, het kan wel als je er met respect mee omgaat, zeg maar. En uh, nou, Tzus, uh, toen dacht van... Ja, hoe mooi is het als je op deze manier wel... Zo met die liedjes dan uh, toch een voorstelling gaat maken. En dan wel met alle respect die liedjes behandelt. Ik heb niet veel aan de, uh, aan de liedjes gedaan. Ik heb ze best wel uh, dicht bij het origineel uh, gehouden. Dus mm -hmm. niet... Uh, eigenlijk alle liedjes uh, zijn... Uh, ja, ze zijn best wel dicht bij het origineel uh, gebleven. Met, wel met dezelfde bezetting. Allemaal, uh, met vooral piano, gitaar en accordeon. En de rest zang. Dat, dat, dat is het ook. Dus uh, ik denk. Uh, ja, ik heb tot nu toe uh, daar een, nou, gelukkig niet zoveel reacties van gehad van mensen die zeggen van nou, dit is uh, hier sla die de plank mis. Dat was, dat was wel een bewuste keuze om dat uh, zo dicht bij het origineel te houden. Ja, ja, zeker. Want ik hoorde laatst op de radio hoorde ik een versie van. Uh, nou, van een liedje van Ede Staal, toen, 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 toen nou, dat werd, ging, uh, ging alle kanten op. Toen dacht ik, ja, nou, hoe. Uh, ja, ik kijk of je het nou mooi vindt of niet. Ik, ik vind het prima als mensen zo. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, dat andere mensen die er heel erg van houden, dat denk, of die daar heel erg belangrijk vinden dat het dicht bij het origineel blijft, dat ze denken van, uh, nou, dit, uh, dit vind ik niks. Maar ik kan, ik kan me daar niet zo kwaad om maken. Hoe, uh, dat, dat mensen een eigen versie van dingen maken. Dat weet je dan denk ik van, dan luister ik daar toch niet naar. Als mijn favoriete band wordt gecoverd door iemand... en, en ik vind het geen, um, geen mooie versie... Nou, dan denk ik van ja, nou... Ja, zo wordt. Ja, daar kan ik niet heel kwaad om maken. <laughs> maar goed, andere mensen wel. Hey, en uh, nou heb die de hele voorstelling... door komt heel veel van Ede maar dan, dan, dan voor, uh, de kijk je de homen van Delcio. Waarom dat nummer? Ik, uh, het is mijn persoonlijke favoriet. Oh. Um, en dat komt... Ik vind die, die eenvoud... Uh, van het van het liedje gewoon het, uh, het schema en maar die ah ik weet niet ik krijg gewoon het, het accordionnetje en het die tekst die ene tekst die ene zin die heb ik ook als uh, in de cd hoes ja er is ook een cd van uh, van de voorstelling met alle liedjes erop en daar heb ik ook uh, nou heb ik hem moet ik het liedje altijd in zingen of wil ik hem uh, oh, gewoon rustig aan uh, nee uh, nee <laughs> nee ik wacht even het is de zin uh, ik heb overal al Swerm en ik zo'n zet van hoes. Ik ken de kap, me me maar nergens valt me toe. Dat, 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 dat vind ik de mooiste, uh, ding ik. Ja, mooiste stuk tekst van alle liedjes. Uh, die op de CD staan. Dus da daarom heb ik nu ook voor gekeken. En ik zing, en ik, ik zing deze het. Uh, ja, het liefst denk ik. Hij is ook wat hoger in de toonsoort dan bijvoorbeeld. Uh, Gelaand of is heel laag en uh, deze zingt gewoon fijn. En ik, uh, nee, ik weet niet, hey, het doet raakt op, op een op een andere manier dan uh. nou, dat, ja, Absoluut, weet je, er is veel muziek wat je rookt en, en, en misschien nog even voor die oor luster Dit liedje je uh, Wat gaat het precies over? Jij ja, over de hoop van Del maar wat is de essentie van het nummer? Ja, over, over de, uh, ja, de, eigenlijk de zin. Uh, ik wil het luisteren. Of ik wil met die veranker in de hoorn van Del Ciel. Gewoon, dit is de plek waar ik thuis kom. Dit is de plek uh, ja, waar ik wil eindigen. Dit is uh, de hoorn van Del Ciel. Gewoon als, als ja, ankerplek. Mm -hmm. Ja, als ankerplek, ja. Doe best als tammo, zoals door op het podium. Nooit van alles ik heb zelf de voorstelling jammer genoeg nooit zijn. het was al snel overkapt, dan word ik eer wol. Uh, Hou gaat die combinatie tussen het typetje tamo... en de serieuze muziek van Edo, Ede, sorry. Tamo, uh. <laughs> ja, tamo, Edo, sorry? Ja, Edo, ja, nou. ja. <laughs> uh, Tamme en Edo, nee, <laughs> ja. um, uh, dat, is, dat is ook een uh, risico geweest. Ik was ook bang dat mensen daar, uh, nou, dat, dat lastig zouden vinden, uh, maar daar krijg ik ook veel complimenten over dat dat uh, goed uh, ...goed in elkaar overloopt, dus daar, daar ben ik ook blij om. Maar hoe gaat het dan, Johannes? is een voorbeeld van geen zonder er al te veel te van: ...hoe schoon je je van het typetje Tammo, ...naar bijvoorbeeld zo'n nummer als De Hoop van Del Siel? Hoe, hoe kan je een tamo daar aan doen? Uhm, ja, ik, ik heb, ik heb, het is echt 50-50 cabaret en, en muziek, zeg maar. Uhm, en dan doe ik een sketch en die, dat, nou, dat kun je denk ik wel echt uh, volledig... Uh, ...verwachten wat je van Tammo kunt verwachten. Maar dan, dan, dan ga ik langzaam verander ik een klein beetje van, uh, van tempo, van uh, intensiteit uh, van tammo door naar dat liedje. En dan komt een piano intro, en dan doen we het liedje. En soms doen we twee liedjes achter elkaar om ook niet de hele tijd te veel in de weer geslingerd te, te worden, zeg maar. Mm -hmm. Uh, twee liedjes die goed bij elkaar aansluiten. Zoals ik heb bijvoorbeeld Sastoo, uh, Hattie Bimibliem en De Nacht aan elkaar uh, oh, ja. geplakt. Nou, dat zijn eigenlijk uh, twee soortgelijke thema's. Uh, en die, en die, uh, nou, die gaan dan in elkaar over. Zodat je niet, zeg maar, Sastoo Bimibliem, emotioneel liedje, sketch van Tammo en dan naar de nacht gaat. Dat, uh, nou, op die, op, die manier. En, ja, op die manier heb ik het. Uh, en ik heb bijvoorbeeld Hoogelaand en Credo ook aan elkaar. Oh ja. Dus je ja. kunt ook, als je die, uh, die intro's hoort, dan. Soms, als je het niet heel goed kent, kun je ook wel ze uh, door elkaar halen. <laughs> Qua pianospel. Moet je maar eens uh, goed naar luisteren. Dan. Ja, nee, dat is natuurlijk. Die liggen allemaal, uh, allemaal ja. slim op mijn Nee, nou, ja, die, ja. die kun je dan mooi, uh, mooi aan elkaar. Uh... Ik neem aan dat is hier ook touwstemming voor de hebben. Voor, voor, voor een familie. Uh, dat, dat hoeft eigenlijk niet. Als je één op één covert. Dan mag jij gewoon uh, liedjes spelen zonder toestemming als je gewoon niet aan de compositie of aan de teksten uh, zit. En dat heb ik niet gedaan. Uh, maar ik heb wel uh, uh, met Jasper uh, Staal heb ik uh, contact uh, en uh, nog steeds. En, uh, en ik heb, uh, met, ben ook bij Fieke geweest om, uh, de, om daarover over te praten en uh, toestemming te vragen inderdaad uh, om te doen. En ze zijn, ook, ze zijn ook naar de voorstelling geweest. Nou, wat vonden ze ervan? Ja, ze vond het mooi. Oh, mooi man, dat, ja. is dat, dat is toch een mooi compliment dan, of niet? Ja zeker, dat, ik vond het ook ergens wel, wel bijzonder dat zij er dan uh, bij zijn. Nou, hartstikke succesvol en het met deze Tour. Na de zomer uh, zijn er nog wat voorstellingen uh, uh, in Drachen en Leeuwen. Nou, dat is, uh, dat is helemaal mooi, want het is een Friesland en Tammo is natuurlijk uh, <laughs> ja. uh, niet uh, heel goed met de Friezen. En dat ja. komt ook heel erg uh, sterk naar voren in de voorstelling. Uh, het, uh, er zit een heel uh, verhaal over uh, vriezen over in. Dus dat wordt hilarisch. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, mooi. En, maar uh, loopt het door ook een, een beetje met die koordverkoop? Zo'n draai-leuwert. Nou, je, je merkt gewoon dat hoe verder, wat ik ook zei, als, als je het ziet als een heatmap. Uh, hoe verder je eigenlijk van Groningen afkomt, hoe minder snel de kaartverkoop gaat. Dus uh, Drachen is al bijna vol, geloof ik. Uh, Leeuwarden iets minder. Uh, en dan heb je Emmen en Hogeveen, die zijn al, al wel vol. Um, Steenwijk is dan uh, nog wat minder vol. Dat baart nog kaarten voor me, Mooi man. Ja, Steenwijk, Steenwijk en, uh, en Leeuwarden zijn nog kaarten. Oh, en de Stad Schouwburg trouwens. Uh, voor de middagvoorstelling zijn ook nog een paar kaartjes. Dat is ook wel een plek op de hoogte in de Stad Schouwburg. Ja. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel echt een geweldige. Dat is ook echt uh, de laatste van de, van de tour. De, uh, ja, dat is dan 2 december. En daardoor is middags en s'avonds zijn. Dus dat is wel heel bijzonder. Wat een mooi podium, wat een mooie zol. Ja. Ma maak je maak je er ook een registratie van? De registratie is al gemaakt. Is uh, twee, uh, 14, nee, in april, uh, 14 april gemaakt. Oké, okay, en yes. die, die, die komt nog op, uh, op TV noord of? Uh, wie weet. <laughs> wie weet. Schimmige huid op. Hé, Hey, we een nou, uh, Johannes. We gaan een spelletje met die spel. Ja. In dit spelletje ga ik je een aantal Groninger tekstregels voorlezen. En dan is het aan jou om te kijken of je het liedje herkent. En of je de uitvoerende herkent. Ben je klaar voor de eerste? Ja, helemaal. Nou, komt-ie. het maus en krentje brei. Of stoet met hagelslag? Oh, eh. Uh, nou, weet, weet, zou ik niet, uh, weet ik niet. Beetje een feestnummer. Eh, uh, ja, nee. Is het Roy Rinnens pedaal hebben hebben dan? Nee, nee, nee. Als het, het is feestnummer van, is? Het is van uh, haal gewoon. Soepvlees en pudding? Ja, ik, ik, kijk, nu kom, ik, nu, kom ik, nu kom ik zeg maar uiteindelijk, nu, uh, word ik voor het blok gezet en dan uh, kom, kom ik erachter dat alle klassiekers misschien helemaal niet, uh, niet zo uh, in tijd Ik heb me voornamelijk heel <laughs> veel gericht op, op staan de laatste tijd natuurlijk. Ja, ja. Nee, nou, ik, de, de, de volgende zakje je niet al te moeilijk maken. In elke feesttent lekker gek down? Uh, ja, ik, ik zou zeggen, is het dan carnaval in het noorden of zo? Of, uh... <laughs> je kunt er miljonair mee worden. Hint. Hint. Ja, ik weet niet. Het is een nieuwe nummer van Badaan en Birdie. Oh, eh, wel Oké, okay. uh, no, oh, dan wil ik het zingen. Dat is, uh, dat is dan een. Uh, oh, Stan. lekker. Ja, yeah. dan dan, 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 dan. ja, ja. Oké, okay. ja, die heb ik wel. Oké. Okay. Ja, ja ik, ik, vind, ik vind voor het zingen hier uh, kennen we een punt toe. Oh, oké. Doe overroost en Ja, Ja. De daden. Ik zal nooit zeggen, ze lijkt wel een vrouw. Want ja, ook al heeft ze dezelfde bouw. Is het eh... Uh, ik ga iets gokken. Is het uh, Nee. Hij haalt uh, Niet bij dit nummer trouwens, maar hij haalt de landelijke radio wel eens. Mm, mm, nou zeg maar. Jan Eek de Groot. Nee, gitaar. Nee, maar dan uh, kom ik uh, slecht uit, uh, uit de verf hier. Ja, dat is, uh, jammer. Die, die Gouden Beker gaat er naar je voorbij. Voorlopig één punt en het ligt eraan wat de anderen gewoon doen. Maar ik verwacht niet dat het met één punt dat het nou meteen uh, toch wordt. worden. Maar je wordt het nooit, wie veroorzaakt niks te veel? Wie wil ook nog even die over, over die grote hits? En waar ben hits? Nou ja, wie meet door van de grunnige Duizend. En als <laughs> je ja. kijkt naar de grunnige doezend, daar stond Friede Bieten, die stond op nummer 84. En lente in staan op 233. Maar doe, Toersees, ik wil ook al een beetje Proort Over bietenfeest! Ja, help eens erop te komen op dat thema om zomaar over Zuckerberg te gaan zingen. Nou de... ja, er zit wel een lang verhaal achter het hele Bietenverhaal. Want ik was altijd met Marius op pad en we jarenlang met de King of the Horse gespeeld. En uh, wij uh, reden altijd uh, s'nachts terug uit Twente of uit uh, Nijmegen of ik van, uit alle, en, ja, alle delen van het land hebben we gespeeld. Maar als je dan zo lang op de weg zit en het is Bietencampagne, dan zit je altijd op een duur achter een, een dikke bak met Bieten. En wij, en wij zijn dat onderling al gewoon. Hier, kijk, beat, Hier, dat is weer een dikke baak. Dat was altijd al een beetje een onderling dingetje. En ik zit uh, met uh, Stefan Bleker en uh, Willem Groeneveld. Toevallig uh, van vroeger al in, in een WhatsApp-groepje. En die WhatsApp-groep heet nu nog steeds Morgen bieden we echt. En dat was nog voor Tambo. En dat was toen net die single van The Given Horse. Die was Morgen stop ik echt. Die was uit. En, uh, en toen, nou, toen werd die groep aangemaakt. En die heet Morgen bieten weg En die groep heet dus nog steeds. Op. Maar dat is dus nog ver voordat voor Tammo bestond. Dus dat vind ik altijd nog wel grappige herinnering aan. Dat dat de hele Bieten ding al veel eerder bestond. En uh, nou, toen begon Tammo. En toen dacht ik, nou dit past ook wel bij Tammo. Uh, die gaat het ook gewoon uh, doen. Maar ik, ik weet je, ik deed het ook al. Het is niet alleen Tammo. Ik deed ook, als ik met mijn vriendin in de auto zat, dan schreeuwde ik ook altijd heel hard. Piek. En dan werd, dan werd ze al gek van, zeg maar. Dus het is heel veel dingen uit, uit Tammo's leven um, overlappen wel met, met, uh, met mijn eigen leven, zeg maar. Dus dat is wel, uh, omdat ik vind dat je daar kun je er makkelijker uh, grap over maken. Dus zo is dat een beetje ontstaan. En uh, toen heb ik dat ook met Tammo de wereld in geslingerd. Nou, nooit gedacht dat iedereen dat dan begon te schreeuwen, zeg maar. Nee. En toen had hij uh, G.R. Kramer had toen uiteindelijk ook uh, dat filmpje gemaakt. Die is uh, ook uh, echt viral gegaan met dat uh, beat schreeuwen. En uh, nou ja, toen was het de hele land uh, schreeuwen, de beat. En uh, toen uh, hebben die Mambo nummer no. 5 heel snel uh, uh, gemaakt. Met een clipje erbij. Nou, die ging toen ontzettend hard. Dat sloeg echt nergens op. Uh, ik ik, ik heb echt nooit, uh, nooit zoveel meegemaakt dat het zo, zo hard ging. De views en zo overal. En uh, nou, toen uh, wilde ik dat het online zetten. Dus kwam die, uh, dat het uh, offline gehaald moest worden. Omdat het. Uh, nou, ze vond het niet goed uiteindelijk van uh, het management daar zo en toen uh, toen uh, was het idee van dan moeten we een protest maken en dat is al free the Beaten ge geworden want het was ook net die in de tijd dat dat ze zeiden free the people en zo met uh, ja, ja, ja. farm louise en zo dat was ook allemaal zo'n ding dus toen uh, kwam dat uh, free the Dat was eigenlijk dus free uh, the Beaten song zeg maar free mm. the beaten lied nou toen heb ik iedereen dan hebben dat Marius heeft het hele liedje zelf geschreven en toen uh, uh, qua, qua melodie en uh, de, de, de compositie. En ik heb die tekst toegemaakt. En dat hebben we heel snel. Nou, volgens mij. Nou, was hier echt drie weken later. Dan. Dikke Bak met Bieten. Van Mamo No. 5. en zegt drie weken later. was met clip. en liedje online. Zo. Al Allemaal kinderen heb ik allemaal gevraagd. Van. Uh, stuur jullie video in. Dat jullie ook een papiertje omhoog houden. Of uh, mensen gewoon gevraagd. En dan kwamen heel veel kinderen. En uh, allemaal andere. Ik heb een paar BN'ers. Of BG'ers gevraagd. Ook een papiertje. Op te houden met Fried Bieten. Nou ja, toen uh, daar een clipje van gemaakt. En uh, nou, dat is eigenlijk daar, het verhaal daarachter. Kost er ooit weer les van van die bieten? Nou ja, kijk, ik, het, het hoort een beetje bij Tammel, hè? de bieten. En uh, ik denk dat jij ja, uiteindelijk met ze. Ik heb het afgelopen jaar niet heel veel uh, filmpjes gemaakt over bieten. Ik merkte ook wel dat dat ook een beetje. Uh, ja, die, die grap is natuurlijk dan de duur geweest en uh, Ik heb uh, vorig jaar wel BeatnFeast nog georganiseerd en, uh, uh, en toen hebben we daar, voor daarvoor hebben we dat liedje Bietenfeest ook gemaakt als een soort anthem. Um, en ik vind het lijkt me wel leuk om gewoon elk jaar nog uh, bietenfeest te kunnen organiseren als het uh, als het kan, uh, gewoon een leuke Gronings of neder uh, neder Festival uh, te doen. En dan. Uh, dan, dan om gewoon een mooi feest er aan over te houden en dan als de beatcampagne weer begint doe ik wel een, keer een een filmpje maar ik ga er voor de rest uh, niet uh, denk niet uh, meer uh, elke week uh, beatfilmpjes uh, maken nee, zo. een soort van je en dan een grunning ja nou de... ja. Ja. ja ja zoiets Toen bist, uh, bist ook een grunfluencer dus zo noemt hij ja. zelf, uh, als TikTok tammo in elk geval dubis bist vooral actief op de social media's en uh, toch horen we ook die muziek wel op radio Radio Noord, lust dus uh, surfers no? uh, Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat tegenwoordig luister ik eigenlijk bijna alleen nog naar mijn podcast. Uh, als ik in de auto stap. Uh, maar als ik uh, anders de radio aanzet, dan is het uh, Radio 1 of Radio Noord. Dus uh, ik vind het uh, regionale mooi, maar ik moet zeggen, de muziek op Radio Noord vind ik altijd een beetje. Het zijn van die, van die liedjes uit de jaren 80, waarvan nou, ik denk van, hè, maar, ik heb het enorm gehoord. Snap je wat ik bedoel? Het is dus niet altijd Groningstalig. Uh, zie je daar ook een taak voor Radio Noord? Moeten ze Gronings draaien? Of vind je juist van, het moet een beetje een moderne zender zijn die uh, misschien helemaal geen Gronings draait? Nou, ik zou wel veel Gronings draaien. Op of, zijn of, of, of minst, ook misschien Neder-Saxis. We mag voor mij bukkers en zo ook wel allemaal ja. bij, uh, bij doen. Uh, maar ik, ik zet er gewoon aan het van wat voor onbekende muziek ik daar altijd hoor. Dus ik weet, misschien is dat afgestemd op de luisteraar qua leeftijd of zo. want ik, ik ken heel vaak, dat ik denk van hé, wat is dit nou weer voor liedje. Wat zal Noord nog kunnen doen om die Groninger cultuur, die Groninger muziek nog wat meer aandacht te geven? Ja, meer Groningse muziek draaien en misschien, uh... maar ik heb het idee ze, ze, ze besteden toch wel redelijk wat aandacht aan Elke uur komt één Groninger nummer voorbij. Oh, elk uur één nummer. Nou, dan zou ik zeggen, ik doe dan elk uur vier nummers. Elk kwartier één. Ja, dat is misschien wel veel. Ik weet niet hoeveel. Kijk, zij passen zich natuurlijk ook wel aan op de luisteraar. Hè? En het is natuurlijk uiteindelijk ook of, uh, de wet van vraag en aanbod. Ja, van, maar als uh, je. Ik, ik zit uh, regelmatig in, uh, in Friesland. En als je naar Radio Friesland luistert, naar de Omroep... Ja, nou, de, daar draaien ze echt uh, om de Havenklap uh, Friestalige nummers. Ja. En, dan, en als je kijkt naar het uh, tv-aanbod van uh, TV Friesland, daar hebben ze regelmatig uh, live muziek met uh, Friese bandjes. Ja, Noorderwien. Ja, Noorderwien, uh, prachtig programma. Ja, maar ze hebben bij uh, dan, hebben ze bij uh, dat, dat heeft natuurlijk, uh, raar, hoe heet dat, Martini, uh, Café Martini ook. Ja, Café Martini doet het ook. Ja. Dus dat, ja, dat ik, vind, ik zie Café Martini altijd een beetje als de, de Noorderwien van, uh, van Noord. Ja. Dus uh, daar, dat wist ik. ik vind dat, uh, dat Erik dat, uh, daar wel veel, uh, veel podium biedt aan, uh, aan lokaal talent. Ja, dat vind ik ook. Nou, Erik, uh, uh, absoluut. Ja, doet het goed. Ja, maar het zou zo mooi wezen om nog eens een keer een, uh, nou, een mooie show op tv te hebben. Zijn maar, uh, gepresenteerd ja. door TikTok Tammo. Ik kwam allemaal van een artiestenverbie. Ja, TikTok Tammo met Via Buzin duo. Ik zeg het allemaal, verbie. Ja, wie, uh, wie weet. Ja. <laughs> ja. Dus zou je nog wel eens een duet willen zingen met een Groninger artiest? Jazeker, nee, daar zijn ook wel ideeën voor. Uh, maar ik ben nu dus bezig met de voorstelling. En ik heb, uh, ben op plan met de volgende voorstelling, waar ik nog niet te veel over uit wil wijden. Uh, maar ik had al wel ideeën voor du uh, wel wat uh, duet. Maar ik heb, uh, met Mooi Werk natuurlijk ook uh, ja. niet gemaakt. Dus ik zag al wel, ik zag dan wel veel, uh, veel voor me Maar um, ja, het is uh, eerst, uh, eerst maar even op die theatervoorstelling richten. Zeg toch dat dat een is voor Groningstolige muziek. Ja, nou, als jij, uh, uh, als je, tussen, hebben we het er nou in de podcast over gehad of zij het ervoor dat, dat uh, de, Groning de meeste uh, Gronings of dialecte uh, muziek brengt? Ja, dat zijn die uh, voor de podcast, maar in in de provincie Groningen die levert het meeste aantal artiesten, het meeste aantal nijleidjes elke week, <coughs> in dialect. Dus daar ben je een veel Ja, dan denk ik dat je daar ook wel ergens uh, je, je antwoord hebt. Als het zoveel is, dan, dan is dat alleen maar goed nieuws. En dan moeten we dat, denk ik, gewoon... Uh... En, en ook, Ik vind het gewoon ook mooi dat het Groningse... Het klinkt allemaal wat modern. En dat vind ik, uh, dat vind ik een goed teken. En dan denk ik ook een... Nou, als dat, uh, als, dat, als dat blijft, dan zullen andere mensen ook weer geïnspireerd raken. Van, nou, zo kunnen we ook met de Groningse taal omgaan. En het hoeft niet allemaal uh, oudbollig te klinken, zeg maar. Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk blijft van een item, omdat Groners als dialect... Ja, Halverk komt toen nog in haar met, met jonge mensen die echt een dialect hebben die praten. Ja, ik moet zeggen, ik vind eigenlijk, ik, ja, je hoort ik hoor toch best wel veel mensen om me heen nogal Gronings praten. En, um, ja, ik ben daar misschien ook wel meer, ik heb mijn oren staan er wat meer naar, uh, open voor natuurlijk op dit moment. Um, maar ik weet niet, ik heb het idee dat, dat het ook toch nog wel. wel ik, heb, ik weet niet met wie ik het erover had, die zei van ja. Het Wordt al tientallen jaren schreeuwt iedereen: het, uh, het sterft uit, het sterft uit, en toch is het er nog. Het speelt Tambo een rol in niks toe. dat dat jeugd dat toch, ondanks dat Tammo nooit echt is, maar dat Gronings nooit stom is of dat het gewoon wel goud is? Ja, ik denk dat het wel uh, ja, dat het een soort uh, trots op taal en uh, in de regio dat dat uh, dat het wel wat is aangewakkerd bij, uh, bij de jeugd, ja. Het is net even gemakkelijker om even te knouden en wat denk ja. Te ja. ja, nu denken mensen dan wel dat het woord bieten echt Gronings is. Maar dan... <laughs> ja, mooi. Kijk, ik kan ook Gronings praten. want ik zag laatst een stukje op het Noord, dat waren ze bij kinderen, bij de Meerdmond-Strektelmond of zo. Waar ze gingen voor mij, uh, hadden ze een les gekregen. En dan, uh, maar dan kun je ook Gronings en een kind schreeuwde: bieten. Ja, <laughs> nee. Bin beiden. Bin beiden. Ja, het Bin en Bin beiden. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we ja. hebben een paar dilemma's voor die. Um, Vier dilemma's, en het is aan die om zo snel mogelijk een keuze te maken tussen die twee dingen. En... Kan, ik, kan ik hier ook fout antwoord geven? Nee. Dat, uh, ja, dat ken als, als je toen nader antwoord geeft aan die twee <laughs> ideeën in de dilemma zitten. Dus ik zeg A of B en doe zeg C. Nee, dat ken je nooit. Het is A okay. of B. En doe uh, dat snel, en is de lot erop terugkwam nog wel de Roedling. En dan hebben witte weer een de schaapzinnige vroeg over. De onze, de eerste: dance of metal. Metal. Je nevertje of een biertje? Biertje. Schier oog of de schelling? Schier oog. Ah, nee, wacht. Oh, nee, Oké, okay, ja, doe maar. <laughs> een frikadelle of een bakje genoord? Oh, bakje genoord. Vooral die tiktok tamo of toch nog eens een keer wat aans? Toch nog een keer wat Oké. Oké, dat vermoord me. Nou, dan ga ik. Ik, ik wil op, alle, op alles nog wel even toelichting. Gegeven. Ja, mooi. Nou, we hebben de eerste. Dance of metal? licht metal Nou, daar. Nee, dat, die was wel duidelijk toch. Uh, ik, uh, waar ik vandaan kom, uh, ik, is punk ligt het dichtst bij metal. Dus uh, ik blijf toch het meest van punk houden. En uh, metal, uh, ja, dat is. Ja, uh, dance. Nee, ja, metal. Die was niet moeilijk. Maar dan je neven en bier. Maar dan is nou ook je neven en toch kwijt voor bier. Ja, nou, dat komt, dat, dat, dat komt omdat je dan moet kiezen. Ik, bij zo'n dilemma dan denk ik altijd van. Dan moet je kiezen, wat zou je de rest van je leven willen drinken? Of, en wat zou je dus nooit meer mogen drinken? Dat, als ik dan moest kiezen: de rest van mijn leven alleen maar bier, of de rest van mijn leven alleen maar neven? Daar kies ik voor bier. Want bier, daar drink je toch iets meer van in je leven dan neven. <laughs> maar het heet dat neven, want ik, ik moet er van gruwelen, ik vind het verschrikkelijk drankje. Maar dat heest er wel lekker van, dat neven? Nee, dat hoorde uiteindelijk uh, ook bij, uh, is, is het helemaal in het karakter van Tammo? Uh, ...gekomen, zeg maar. zo van nou, Wat drinkt Tammo dan? Nou, hem, hem, hem groen neven. En mijn ja. grongen even. En dat, dat hoort al een beetje bij zijn karakter. En zo is dat al dat een beetje ontstaan. En nou vind ik die... Uh, ...klokje, hoe die nu is ontwikkeld... ...die is wel wat zachter dan, uh, dan andere jenevens. Dus uh, oh. ik vind, die vind ik ook nog wel lekker ook nog. En uh, ik heb met die maker... ...ook allemaal van kloktails uh, uh, bedacht. Oké. Okay. Dus, uh, die, en die zijn ook uh, hartstikke lekker. Dus uh, ik ben inmiddels nou, uh, wel... echt uh... een mooi recept, een kloktail. Ja, mijn favoriete kloktail is... Um... Eén uh, unit uh, klokje, uh, uh, glasvuld met ijs. Uh, klokje erin uh, af, afvuld met uh, ginger ale. En dan doe je wat druppels, uh, nou hoe heet het speel nou? Uh, um, Angostouda bitters. En dan doe je nog een, uh, een uh, schijfje of een uh, stukje schil van een sinaasappel. Oké. Okay. En als ik het er nu over heb, heb ik er niet heel veel zin in. <laughs> <laughs> nou, dan nog even maar, dan kist <laughs> in de bank. <laughs> en dit is er ook non, die is Dit is, uh... uh, is goudklokje. Goudklokje. Okay. Ja, nou, mooi. En wat kunnen mensen die die recepten vinden van die klokjes? Als je, ik zie, kijk, als je op YouTube dus kloktails intypt, dan krijg je wat video's met kloktails. Uh, met Oké, okay. nou, lust Eigenlijk I'm Clocktails. Hartstikke mooi, op YouTube. Toen zegt Schiermonnikoog, de, de Schelling, zegt, ja Schiermonnikoog, oh verdorie, vertel. Ja, uh, nou ook eigenlijk een beetje hetzelfde uh, idee van uh, de rest van je leven op, op Schiermonnikoog of de rest van je leven op de Schelling. Uh, op beide eilanden kom ik graag. Ik uh, sla, uh, weer, nou ik vind, op een of andere manier nooit op, uh, op Vlieland of Tessel, Ameland uh, voor Madness Festival of Roggefeest geweest nog wel eens. Maar uh, eigenlijk altijd naar Schelling of Schiermonnikoog. Misschien uh, ook oog vind ik gewoon dat het bij Groningen moet horen, omdat het, oh ja je vertrekt van Lauwersoog, dus hoe kun je dan in één keer uh, in Friesland zijn? Okay. Nou, weet je, vroeger hadden wij een uh, schoolkaart in de klas hangen en dat, uh, Groningen was paars volgens mij. En misschien met ik oog ook. Oh. Dus ik heb altijd gedacht dat het ook bij, uh, bij Groningen hoorde. <laughs> dus uh, nee uh, en misschien met Ik bedoel, ik woon nu in Winsum. Uh, Wij zijn natuurlijk zo, zo 1, 2, 3 op Schiewende Oog. Dus dat is ook altijd. Uh, dus daarom daar, daar zou ik ook als eerder voor Schieven en de Hoog kiezen. Maar ik ga ook elk jaar naar, uh, naar, naar het Schelling, naar Oedel. Jarenlang opgetreden ook. Ik heb uh, een, een verkleinde voorstelling van Tambo Six Staal. Uh, bij Camping Terpstra. Oh, wat leuk. Dus uh, Er zijn een beperkt aantal kaartjes voor. Als je daar, uh, daarheen wil, dan was uh, er snel bierbeen. Hé, hey, en dan die uh, frikadel. En die genoord? Ja, nou, een frikandel uh, eet ik doorgaans meer, maar genoord vind ik het lekkerder, denk ik. Zo, ja, ligt ook een beetje aan het moment, hè? En is dat een whisky bij of een zundersaus? saus. Beetje saus, klein beetje. 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 Ja, je niet zo'n dat... dik, zo dikke kwakkerop. Dat, dat snap ik ook nooit. Dan koop best een mooi bakje genoord door in de oven en de hoofdslag en dan doe ik zo'n kwak saus erop en denk, nee. ja, vreten en een half liter mijn, hè, zo. Precies. Ja, dat zo. Nee, het mag je een klein beetje hebben. Ja, tikje. Okay. Ja. Hé, hey, net de eerste. Toch nog eens ooit nog iemand anders een TikTok-tamo. Ja, maar dan, kijk, je vraagt de rest van mijn leven TikTok-tamo, maar dat, dat, zie, dat zie ik denk ik niet, uh, niet tot mijn vijftigste gebeuren. Nee ja. Gewoon nee. TikTok, daarom met een Gelezen boord. Nee, ja, nee, ja, ik weet, ik zie, ik, uh, ik verwacht dat gewoon niet. Ik denk dat alles is eindig op een duur, zeg maar, is, uh, is, is, ja, dat dat, dat dat kan me niet voorstellen dat ik dat 20, 30 jaar lang op die manier blijf. Dat zal of op een manier moeten veranderen, of het, uh, tuurlijk kom je nooit meer van die namen af, maar, kijk, wie weet, uh, over tien jaar uh, doe je een uh, voorstelling uh, of een, uh, maak je een album als Johannes Peetsma en dan. Uh, of, of weer uh, iets anders. Nee, dat, dat, dat. Ik heb wel geleerd dat de toekomst zich niet laat voorspellen. En. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dat. 30, 20 jaar of 30 jaar lang nog. Stel je voor dat. Dat wordt Johanna Speedsmar. Mooi oude muur. Is er dan ook nog een kaas dat Johanna Speedsmar Gronings goed zingt? Dat denk ik. denk het wel. Ja, hè. De, ik denk dat het wel Gronings zou worden zo dan. Maar, ik, maar dit is allemaal echt. Uh, dit is. Uh, dit is, dit is allemaal uh, speculeren. Nou, ik ben eigenlijk nog lang niet klaar met Tammo. Ik heb nog zoveel mooie ideeën en, uh, en leuke dingen te gaan doen. Dus uh, dat, dat, uh, niet dat ik denk ik, dit de titel van de podcast is. <laughs> nee. nee, Denk nee, het dat weten ze altijd wel goed te doen, toch? En, uh, met met kranten of zo, dat ze dan zo'n kop pakken van hij je ja. zei dit. En dan... TikTok, Tamo, stop ermee. Ja, precies. Ja. <laughs> gaat, ver, gaat verder als Johannes Peetsma, maar ga ja. toch Groningen zingen. Ja. Ja. Nou, vooral alle luistero's, dus, TikTok, Tamo, lekkerder. Ja, ja. ja precies. Hartstikke mooi. Hé, hey, en, en nou ben er ook wel een jonge lu. toen uh, ben nog een jonge kerel, trouwens, vergeleken met ons. Uh, Wanneer wilt? we beginnen in Groningen? Josie Bakker, Christophe Gruun, die ben er dan mee begonnen. Maar stel dat er komt een die Die zegt, uh, Johannes, ik, uh, ik denk erover om grunnige latjes te gaan maken. is toen een tip voor mij. Um, ja, ik, ik, ik heb wel vaak woordenboek erbij. Ik, ik denk dat ik soms wel eens een zin in het Nederlands bedenk en dan, nou, dan naar het Gronings toe ga. Uh, dat is wat, denk ik, wat ik doe. Ik heb uh, de kaart de Laan er wel bij. Er ook, als je daar doorheen bladert, komen er ook mooie woorden tegen soms, waar je ook weer inspiratie van ja, krijgt. Het is echt met de talon op tafel is te, te, te schrijven. Met, denk ik. Als ik, terwijl ik nu met jou praat, ligt hij hier. Uh... Ah. oh mooi. <laughs> nee, het is, uh... nee, ik, uh... nee, ik heb altijd op tafel inderdaad, als ik ermee bezig ben. En dan blader ik er wat in. Ik zoek wat op. Uh, maar je hebt ook uh, een mooie, um... hoe heet het? Groningsonline.nl uh, geloof ik. Is een Groningen zakwoordenboek van Simon Reker, online. Als je dan in Nederlands, dan kun je ook Nederlands, Gronings en Gronings, Nederlands. Dus dan krijg je soms ook wat inspiratie. Dus Daar zit ik ook altijd wel mee. Gewoon om, uh, ja, het is, ik bedoel, de meeste, meeste zin uh, schrijf ik wel in het gewoon vanuit mezelf. Maar soms voor de inspiratie uh, kun je dan uh, zie je, een keer andere woorden erachter staan, bijvoorbeeld. Die ook, ik, oh, daar kan ik ook wel wat mee. Als je. Laten we eens, uh, ik zie hier, ik heb bijvoorbeeld toevallig in zakwoordenboek dood opgezocht. Ik denk dat is er nog een ander woord in het Gronings voor dood. Ik zou het zelf niet weten. Zou jij het weten? Nee. Nee. <laughs> nou, nee. hier staat dus in zakwoordenboek, staat peiger. Oh ja, ja, peiger. Hugo peiger. Ja. Ja, klopt. Ik heb wel het uur, ja. Nou, dan, dan, dan heb je dus eerst zou je denken, dood. Nou, Gronings ik zou het niet weten. En ik heb peiger gezien, dan denk, je, hier, dan denk je, nou, misschien kun je daar dan ook weer iets mee. Dus op die manier. He, hij zorgt er altijd voor dat je even verder kijkt dan wat je eigenlijk zelf al weet. Nou, ja, dus dat is een duidelijke tip. Wil je dit in de groning zorg ervoor dat je in ieder geval wel iets van woordenboek hebt, dat je je, je woordenschat net een groter is dan Ja, je... dat is het toch wel, want als je het niet. is ook met Engels zo. Als je in Engels gaat schrijven, moet je ook een, eigenlijk af en toe een keer door een woordenboek heen gooien, uh, of het al online is of uh, van papier. Dan je, er komt er misschien toch wel wat meer uh, woorden achter weg die, die. Ik weet die zijn ook mooi om te gebruiken. Of synoniemen, doe ik ook wel vaak. Dat je kijkt naar synoniemen. Nou, je, als je vastloopt, denk je van. Nou, wat is een synoniem voor dat woord? En dat je die dan weer vertaalt naar Gronings. En dan, als je die dan weer in het woordenboek zou gooien. dan kun je er ook misschien weer een ander woord uitkomen. Weet je wel? Dus... Ja. Nou, we zijn het tegen de van deze podcast en we hebben nu ook nog gevraagd om even door te denken over een mooi grunniger woord of een grunniger uitdrukking. Daar is toen misschien een ander nog een keer aandachtig is voor of symbols gebruikt. Heb toen er nog over nadenken en zo. Ja, wat is het mooie woord of de uitdrukking? We gaan, weet je wat we gaan doen? We gaan voor peiger. Peiger. Ja. Oh, ja, ik vind het mooi woord. Ja. ja, want ik ken hem niet en hij kwam weer zo te sprake. En, uh, en ik heb, ik, ja, ik heb dat die zit nu. Uh, ik heb misschien. Ik ben net met de tekst bezig. Geweest, maar misschien heb ik daar ook nog wat mooier in. Nee, ik vind Pai gewoon mooier. Uh, mooi, dan maak je het ons mooi moeilijk. Want we, we vragen het aan alle gasten. We, we proberen aan het eind van de podcast uh, al die woorden die we verzameld hebben uh, samen te brengen in één liedje. Oh, ik heb, ik heb, misschien, nee, ik heb nog een mooier voor jullie. Oh, mooi, um, ja. Oké. Okay. Uh, want ik, ik, ik was bezig met. Uh, nou, of een mooier, misschien wat ik zelf een mooier vond, waar ik achter kwam. Um, Del. Deel? Was wat Del is? Nou ik, het Nederlandse woord, Del, deel gewoon, naar beneden gewoon, maar je ook een deel, dat is een deel van een vrouw, maar aas, Sorry, zal ik weet niet uit. Nou ik was dus op zoek naar uh, een, 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 een woord voor litteken, en ja, en daar kwam Del kwam dat te, tevoorschijn, ja en en, en dan zeg je ziet zo, hij heeft een dikke del op de kop of zo. Ja, ik dacht, ik pak hem, de, ik, 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 ik ik pak hem erin bij, want ik heb hem hier zo. Deel. Uh, ja. Huh? ja. een del is ook een laagte. Ja, del, del gewoon. Ja. Deel gewoon, ja. deel gewoon ja. Een laagte in je in je huid of zo. Ja, okay, ja. Ah. Dus, nou ja, maar, goed. Nou, deel en Peiger. Hey, ik heb ze allebei geschreven, <laughs> uh, maar dat is wat een mooie uitdaging om, uh, om straks te kijken of je door een liedje van Bach Maar ik heb al zoveel inspiratie dat ik denk van, uh, aan het einde van zo'n liedje, de, ja, de zanger kan ook dood gewoon aan het einde, en de Peiger. Nou, <laughs> ja, nou, ja, maar moet ik moet nagaan wat voor tekst ik bezig was als ik het over uh, deel heb en. Uh, <laughs> Ja, nee. Uh, uh, <laughs> <pijren, pijren. laughs> ja. Het is <laughs> dus een, een zware tekst. Uh. Zo, zo, zo. En toen net TikTok Tambo Stop nog nooit, maar dat is ik dit zo. <laughs> 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 ja. Oké, okay, man, hartstikke mooi. Hé hey, uh, Johannes, hartstikke bedankt dat je meedoen is naar de Light je Ja, dankjewel. Heel a... graag gedaan. En bedankt dat je mee mocht doen. Nou, ja. uh, Groog, uh, hartstikke gezellig om hem aan te schoppen aan de te Stolp. Heb je nog wat vergeten te vragen of wist u nog wat zeggen wat voor de mensen de, de lustroos belangrijk is? Uh, nee, weet ik niet. Oké. Okay. Ja. Nou, dan sluiten we hem af en dan uh, zeg ik wie mooi en mag ik dan TikTok Tamo ook nog even vragen om even als leerster wat te zeggen en de mensen te bedanken voor ik veel. Ja, uh, ik, ik zal hem erin bijhalen, nou, wacht even. <laughs> Ja, mooi heb. Uh, mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren naar de laatste vol. Ik zou zeggen, uh, gewoon naar de volgende aflevering ook weer gaan luisteren en uh, een mooie dag verder daar. bedankt daar mooi, mooi. <laughs> de loods bleef op het viel hem al naar op. Ik dacht niet meer aan boten, zwaar waren de kop. De TM7 was ook op weg naar Roos. En schipper stak zijn hand op, vernoot, buffertoes. K heb overal als rubben en volk zo'n zet van oos. Ik ken de krauwen op mijn kap, maar angstvuilt dit toes. Al heb mijn boot, ga je stuurt, ga je mast en ook ga keel. Ik wil me niet verdanken in de hoop van delft ziel. Dit was weer de Latjeshoofel. Volgende week zondag om 12 uur staat er weer een aflevering online. Herkent u de volgende gast? De mooiste, sterke nummers, de echte sterke nummers die hem draaien of varen komen. Tot volgende week aan de Latjeshoofel.